video testen we twee restaurants. Eentje voor 25 euro en eentje voor 250 euro. Wat krijgen we daarvoor voor 3 personen per restaurant? Je ziet het in deze video. Let's go! Hallo iedereen, welkom bij onze nieuwe video. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Celine. En wat vinden jullie trouwens van het effect dat we nu hebben? Want kijk, we hebben nu zo, ja, sunshine effect. Ah ja, is het golden hour? Ja, voilà. Oh. Maar we zijn hier niet alleen. Ik ben Laura. Mijn naam is Ize. Ik ben Jasper. Mijn naam is Bram. En eigenlijk kunnen we hier al een lijn trekken. Want vandaag is het team boys versus team girls. Eén team gaat voor 25 euro uit eten. Het andere team gaat voor 250 euro uit eten. Doen we normaal nooit, maar voor deze video. Kan het één keer? Oh oh, er zit iets te laat aan haar. Ah, moet geloven. We hebben echt content met Laura. Okay. Hier ligt 25 euro, hier ligt 250 euro. We zitten met een mol. Oh, is er? Ik had nog niet door. 50 euro. Ja, aan de reacties te zien, hebben we een mol tussen een van de twee jongens. Nu, wie is de mol? Zakken liggen nu! Ja. Oh, het is terug. Tada! Het is terug. Amai. Wie als eerste weet welk getal ik op een papiertje schrijf... Het getal van wanneer tot wanneer. Wanneer tot wanneer? Het is een getal tussen 1 en 50. Wie het als eerste juist heeft... Die mag gaan eten. 27. Fout. A1. Fout. 13. Fout. 37. Maar één antwoord per team. 37, fout. Hallo, treuzelaar. Ja, jongens, opnieuw. 38. Fout. 50. Fout. 17. Fout. 2 en 3. Fout. Eén antwoord, dus nu 3 voor de meisjes. Dommerik. 18. Vanaf zijn, hè, wij hebben dus 25 euro en ik denk wel dat we hiermee redelijk wat kunnen doen. Toch? Dat hebben we toch. Nee, Bram, dan moet je terugleggen. Maar we hebben wel heel wat opties, dus we gaan nu even denken. Waar heb je zin? Ja, alles eigenlijk. Iets vettig. Ja. We gaan een outfit switch doen. Zijn jullie klaar? Ja. Oké. Okay. 3, 2, 1. Boom! Tada! Zijn we er klaar voor? Yes. We gaan vertrekken. Stel dat jullie 25 euro hebben om iets te gaan eten voor 3 personen. Wat zou je dan kiezen? Laat het eens weten in de reacties. Wauw, sunset. Tijd om te vertrekken. Ja. Je bent nog maar een half uur te laat, maar het dessert zal er wel nog zijn. Beter laat dan nooit. Jullie voilà. Dat wij een plekje. Smakelijk, hè. Dank u wel, jij ook. Salut. Niet te snel hier komen. Oh. Mogen we ook zelf koken? Nee, dat mag niet. Ons eten moeten we wel afhalen, maar het moet ergens gemaakt worden. Denk nog maar even verder. A few moments later. We zijn net aangekomen en ik heb hier echt super veel zin in. Echt honger. Ik heb zoveel honger. Ik ben zo blij dat jullie 18 hebben gezegd. Oh, thanks. We gaan naar binnen. Nee, Laura heeft 18 gezegd. Ja. Bedankt, Laura. Bedankt, Laura. Merci. Bitches. Pizza? Nee, pizza is te duur. Ja, pizza is al te duur worden. Of echt zo'n ene grote extra large. Eén grote pizza delen, ja, maar echt zo'n super een giant in pizza. In Domino's heb ik zo een keer een XXL genomen. Dat was echt groot. Ja, man. Kijk een keer hoeveel geld dat kost. We zijn binnen. Dit is onze tafel. Dus ik zou zeggen, ja, neem plaats. Kijk eens aan, heel gezellig. En we hebben een super mooie view. Kijk eens aan. Wauw. Het is wel gezellig. En we zitten hier... alleen. Dus dat is wel leuk. Ik weet nog waar de jongens nu zitten. Ja, toch? Ik ben ook benieuwd. Ik ben benieuwd wat ze gaan eten. Ja, misschien gaan we een keer switchen naar de jongens. Ja. Zaterdag 6 euro. 6 euro. 6, 12, 18. Dat is zaterdag. Gekke dinsdag en zaterdag. Pizza's vanaf 6 euro. Ah, voilà. Dan gaan we bij Domino's bestellen, hè. Ja. Voilà. 6, 12, 18 kunnen we niet nog eens. 4 à 24. Wacht, we moeten wel nog eens drinken, hè. Ah ja. Kraantjeswater. Dankjewel, mevrouw. Alsjeblieft. Bij deze geef ik jullie de kaart.
kaart waaruit jullie kunnen kiezen voor het aperitief. Als ook de keuze van het menu. Wat ik wel graag wil meegeven is dat wij ook een verrassingsmenu Villa Eureka hebben. Oh, verrassingsmenu. Dat is leuk. Ja, misschien moeten we gewoon voor de verrassingsmenu gaan. Ja, 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 verrassing. Goed idee. Iets voor jullie aperitief? Ja. Ik kom straks opvragen. Oké, dank u. Je krijgt dus ook altijd een serviette op restaurant. En ik zie altijd dat mensen dat op hun schoot leggen. Is dat typisch chic gaan eten? Ja, dat is etiketten. Dus dat is etiketten. Ik denk dat Laura elke weekend gaat eten. Ja, okay. Dat is gewoon zodat je servet ligt dan niet in de weg op tafel. En dat is voor als je iets in je mond steekt, het meestal wat zo en valt dan naar beneden. Wow! Ja, twee stakken aan. Ja, dat weet ik wel. Van buiten naar binnen. Ja, dat heb ik geleerd. We hebben besteld. De screenshot staat hier in beeld. €25 op de kop. We hebben dus geen drank, maar daar hebben we ook nog een goed idee voor. Zie je een straks. Beetje research kan doen. Hè. Research. Hebben jullie een keuze kunnen maken van het aperitief? Ja, we zijn gemakkelijk. Allemaal hetzelfde. Ja. Allemaal Cava Rosé. Ja. Cava Rosé. We gaan er een feestje van maken. Ja. Alle drie de verrassingsmenu en alle drie de Cava. Ja. Voilà. Makkelijk, hè? Echt, hè? Toptafel. Jullie mogen nog komen. We zijn onderweg. Ik zit op de achterbank te schoppen. Het is hier veel te klein voor mij. We gaan er wel een mooie avond van maken. We zijn onderweg naar de pizzeria. Bram heeft ook net gebeld. Het zou bijna klaar moeten zijn. En Jasper heeft nog het geniale idee om bij een aantal mensen thuis te stoppen. Om aan te bellen en om heel vriendelijk te vragen of ze een drankje hebben voor ons. Oh, Céline stuurt net een foto door. Check deze foto. Oh man, er is hier zo net een raar super. Er zit dus een tafel daar en er ligt net iemand te scheet. Echt niet, echt zo. Heb ik hiervoor €250 betaald? Om bescheten te zijn. Onze reactie ook. Ja. Ja. Beetje luchtverfrissing. Wauw. Kijk eens aan. Aperitiefje. Proost. Ja, €250. Proost, Bram, Jasper en Michiel. Bram is drank aan het fixen. Goed bezig hoor, Bram. Bram heeft cola geregeld. Yes! Maar nu gaan we nog op zoek naar wat meer. Ja, voor iedereen. Maar nee, Fanta. Oh! Ik lust denk ik Fanta. Jasper is al... Ja. Olé. Hola, maar Jasper is alleen Fanta. Ik zijn Fanta was op. Kom, volgende. Nee. Jasper wou alleen Fanta, hadden ze niet. Maar we hebben wel water gekregen, dus voor iedereen die ons geholpen heeft. Dank u wel. Het meisje dat opende vroeg om haar naam te vermelden in de video. En haar naam was Sanne Marie. Dus bij deze, dank u wel. Voor bij je aperitief gaan wij serveren de focaccia. Met kruidenroom, gerookte zalm, haringkaviaar en zuurroom. Wow, dankjewel. Heb ik dat nu net goed gehoord? Kaviaar? Kaviaar. Kaviaar, dat zijn dus die zwarte... De eitjes. Ja, dat zijn... Vis-eitjes. Pak maar. Water. Bram is net naar binnen in Domino's. Ik ben benieuwd naar de pizza's. En daar staat gekke dinsdag en zaterdag. Bram moet juist nog eens op de foto. Met de pizza. Oh, zijn rekening. Zijn rekening. Wait, wait. Dit is al heel geslaagd. Ja. Nog als starter bij jullie aperitief? Hebben jullie het echte Vlaamse asperges? Oh, asperges. Lekker. De stukjes die hierin zitten in de soep zijn rauwe asperges. Om eigenlijk de asperge nog iets meer tot zijn recht te laten komen. Oké, dank u wel. Hij heeft het bijna... Nee, dat meen je niet. Dat waait weg. Nee, ja, hij heeft het. Klasse, Bram. Oh, dat zien er echt wel gigantische pizza's uit. Oh. Oh. We moeten die wel delen. Hey, Jasper, nee. We moeten die mooi verdelen, hè. Ah. Laten we het duurste van het hapje vallen. Ja, sorry. Ik ben een smosser. Ja, sorry. Oei. Het is al gezien. Ja, sorry. Ik ga het wel nog opeten hoor. Ja, dankjewel. We zijn op een fancy restaurant. Gelukkig zitten we hier alleen. Ja, eigenlijk wel. We gaan eens proeven, hè. Oh, lekker hoor. Dat is heel lekker. Water!
Dat is iets te... Sorry. We hebben ook brood gekregen en ja, dat is wel echt, ja, dat is zo lekker met boter, een beetje peper, zout, ja, een beetje boter, zout en een bakje met een mini lepel. Zo, en een beetje peper. Can I have salt, please? Yes. Bon appétit. Lekker krokant brood. 3, 2, 1. Wow. Die is echt groot. Wow. Ja, we gaan wel genoeg hebben. Smakelijk. Oh, bedankt voor de frieten. Zijn die voor mij allemaal? Ja, eet maar. Bedankt. Iedereen mag pakken wat hij wil. Oh, voilà. Dat stuk is even groot als een kleine pizza, denk ik. Wow, smakelijk, hè, jongens. Truxie gaat mee eten. Hey, Truxie, dat is niet voor jou, die frietjes. We hebben een Zuid-Afrikaans wijntje. En de wijn is gemaakt met de druif van de Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc. Dat is supergoed, hè. Dat weet ik. Ja, en die gaat ik proeven. Ja, ik heb dat ook nog. Céline mag. Oei, oei, oei. Ik vind dat iemand van jullie mag proeven. Laura is wel de expert. Ja. Ik vind... Ja, doe Laura alsjeblieft. Allee. Want ik ben aan het filmen, ja, anders wordt het moeilijk. Maar Laura is echt de expert. Ize. Wil ik Ize laten proeven? Kies maar. Maar Laura is wel echt pro. Dat moet je gewoon erin doen. Je hebt echt... ja, voilà. Oh, ja, ja, ja. Wow. Ruiken. Ik ga er nog een beetje bij zeggen. Het is van de Western Cape. Oeh. In Zuid-Afrika. Ja. Goed gekeurd. Fris. Bij de witte wijn als voorrecht geven we jullie de asperge. De asperge op zijn Vlaams. Op de asperge zien jullie de scheuten van de asperge. Scheuten, ja, dat zijn deze. Oh, ah. Sorry. Kom wel. Kijk, inderdaad. Laten we smaken. Dank u wel. Lekkere scheuten. Wat een geluk eigenlijk dat we deze video op een zaterdag maken. Ja. Ik ben wel benieuwd ja. hoe het bij de meisjes gaat. Ja. ja. Ik denk niet zo goed ja. als bij de jongens. Het is trouwens heel lekker. Met zo'n beetje ei. Akkoord. Het was heel lekker, dank u. Dank u wel. Ik ga het de kop doorgeven. Wat een service. Dank u. Ik denk dat de jongens wel zelf hun bord moeten afruimen. Ja. Helaas. Daar vries ik ook voor. Hebben ze zelf een bord? 1, 2... 3 stukken over. En eerlijk, ik heb echt goed gegeten. Ja, ik ook. En Jasper is nu 1 stuk aan het eten. We hebben nog 1 groot en 1 klein. Bram, bladsteen, schaar. Bladsteen, schaar. Oké, Bram krijgt het kleine stuk. Er zijn wel nog 3 frieten. Op voor elk eentje. Ja, iedereen krijgt 1 frietje. En ja, ik eet mijn korsten niet op van mijn pizza. Sorry. Vind je dat niet lekker? Of jawel, maar vroeger kon ik nooit. Ik vond die pizza super lekker vroeger. Maar ik kreeg ze nooit volledig op. Maar wel als ik mijn korsten niet op eet. Dus nu is dat echt een gewoonte geworden. Dus sorry. Laat weten in de reacties wie eet zijn korsten op. Hier. Ja. Oh. Oh. Oei. We hebben live voetbal ook. Wat een luxe, wat een luxe, wat een luxe. Ik ga wel als eerste de friet nemen. Dat is de grootste. Jasper neemt 2 grootste en de kleinste is voor Bram. Maar Bram, beter een kleine friet dan geen friet. Ondertussen hebben we iets nieuws. Ik ben benieuwd. Wat? Bolletje ijs, denk ik. Ja. Het is een gerechtje. Het is een sorbet. Sorbet? Okay. Het is een gerechtje. Wauw. Kijk eens aan. Ja, dankjewel. Dank u. Smaakt het? Citroen sorbet. Ja, de citroen. Oh. Niet tegen dat is een straf voor Ize. Echt hè? Challenge, alle 3 een hap zonder. Ik heb echt veel. Te doen. Ik heb ook echt. Ja, is dat oké? Okay, moet ik nog een beetje mee? Ja, oké, okay, ik hou ook een beetje mee. 3, 2, 1. Het is koud. Ja, dan gaan we. Het eten was super lekker, maar met 25 euro moet je wel nog zelf afruimen. Dat zal bij de meisjes niet het geval zijn, denk ik. Ja, leg hem maar op. Voilà. Ize. Oh. Ize mag proeven. Keer draaien. Keer ruiken. Oh. Mag ik draaien? Goed? Ja. Goed gekeurd. Nee, niet te veel, denk ik. Ja. Voor mij ook. Niet te veel. Gewoon een proevertje. Ja, dan. Of nog een proevertje. Een laag. Ja. Voilà. Wij hebben misschien geen dessert, maar we maken wel ons eigen dessert en dat is FIFA. Woppa. Tada. Jasper is alleen tegen Bram en Michiel. 3 keer drukken. 1. 2. 3. Sankt Gallen. 2 sterren, maar Jasper gaat echt een slechte ploeg hebben. Jasper, jij mag ook 3 keer duwen. 1. Oh. 2. Oh, ik kan dat wel zien. Nee, je moet 3 keer, hè. Ja, je moet, dat zijn de regels, hè.
Maar nee, dat kan toch niet. Atletico tegen... Ja, sorry, Sankt Gallen. Dat is echt... Als ik nu verlies... Ja, als je nu verliest, dan is het best wel erg. Ik verlies nooit op FIFA, dus Bram komt goed. Ons hoofdgerecht is er. Wow, het ziet er wel heel lekker uit. Terug, super lekker. Ja, dank u wel. Wauw. Als hoofdgerecht krijgen jullie van mij de filet van lam, met een zalf van wortel en een klassieke aardappelgratin en een jus van dragon en kleine aardappelwafeltjes. Lekker, dank u. Dank u wel. Dank u wel. Zo'n wafeltje. Ik ga beginnen. Ja, begin maar. Hoofdgerecht, check. Makkelijk. Ja, Bram, tik. Hop. Ja, 7 mensen doen. En komt er polletje. Ja! 1-0 voor de twee sterren. Jasper begint als geluid, denk ik. Jasper is een brood trouwens voor de kijkers. Nee. Ik denk dat het brood is. Mijn bord is op. Ize is nog bezig, maar ze zegt net dat ze echt, ja, echt vol zit en ze wil nog het dessert eten. Ja. Als dat in ons verrassingsmenu zit natuurlijk. Maar ik snap, het dessert is nog zo. Ja, inderdaad. Ik snap het wel. Het wordt weer afgeruimd. Dank u wel. Zit er een dessert bij ons verrassingsmenu, vroeg we ons af. Uiteraard. Oh, dat horen we graag. Bram centraal. Ja. Miscommunicatie. En goal. Dat stond echt toch prima. Dat is saai als Atletico scoort. En een vrede dat je weer vloeit. Oh, wie is er jarig? Oh. Ja, zing maar. Het is mijn verjaardag. Dank u. Wow. Dank u wel. Ja, op naar de vijf, inderdaad. Dat is heel lief. Het ziet er lekker uit ook. Hebben we voor jullie een dessert? Basis van chocolade en mango. Gedaan. Dat is mijn uitleg. Dus op basis van chocolade en mango, binnen in het dessert zit ook nog een verrassing. Oh. Chocoladeverrassing. En het bolletje ijs is ook van mango. Lekker. Dank u wel. Nee, bij het spel niks waar. Oh, pijnlijk. Ize, wat vind je ervan? Lekker, maar ik zit echt veel. Ja, het is echt wel. We hebben... Oh. Wat is er bij jou? Voor. Goeie bal! Nee! Ja! Ja, kijk. De betere ploeg, het mocht niet zijn. Ja, statistieken zien. Ja, meer balbezit, meer schoten. Wie? Ik? Ja, meer basis. We kregen nog een toetje, amai. Het kan niet op. Als je geen koffie lust, dan... Het is maar bij de koffie. Ja, we hebben geen koffie gevraagd, want we drinken geen koffie. Een koekje geven. Maar dan krijgen we koekjes. He? Mevrouw, wil jij een koekje? Nee, dank u. Meneer, anders... Ja, ik let op mijn lijn. Oh, dat is niet nodig hoor. Jawel. Ja? Ik mag en toe met een buik in. Hij wacht, je had er alleen Michiel alleen. Wisla Plok, 1,5 sterren. Wales. Oké. Okay. Allee, come on. Ah, nu ben ik alleen, dat is wel raar. Ah, dat bakje is raar. Ja, kijk, nu ga je daar niet op steken. Hè. Okay. Ja. Oh! Ja! 5 minutes later. Oh, even. Colasso. Alles is zojuist afgeruimd. We gaan ook de rekening krijgen, maar die weten we al natuurlijk. Oh, het is hier heel stil. Maar dus, we gaan de rekening krijgen. En dan gaan we terug naar de jongens. En ik ben heel benieuwd hoe hun avond verlopen is. Ik ook. Nee, Christian Burr. Ja, Trixie, ze hebben veel geluk, hè. Wij gaan nog even FIFA verder spelen. En nu wordt het tijd om serieus te spelen voor YouTube. Waar ik kan de sparen, maar nu is de camera af. En maak ik een kapot. Ize krijgt net een foto van Bram. Een Snapchat. Hij ziet er toch nog gelukkig uit. Hij ziet er nog gelukkig uit, ja. Ik zal dat gegeten hebben, denk ik. Hij ziet er wel een beetje bleek gezet, vind ik persoonlijk. Ja. De rekening. Wat een mooi kistje. 249 euro. Wat zeggen we? We hebben nog een euro over. Yes. Wat kunnen we nog met een euro? Dat is fooi. Ja. Fooi. Voilà. Ja, dat vind ik goed. Dus bij deze, 250, wordt het lekkere eten. Op de kop. Ja, yes. Voilà. Wij hebben net nog een beetje FIFA gespeeld. Zoals gezegd heb ik alles gewonnen. Maar we hebben net een bericht gekregen van de meisjes dat ze onderweg zijn naar huis. Daar gaat de rust.
Ja, de rust die is weg. We hebben wel een leuke avond gehad, hè. De vrouwen zijn terug! Ja! Wauw, hoe was het? Goed, lekker. Lekker veel. Ja? We hebben nu tot de beeld te zien. Bij ons? Ja, bij ons was het heel lekker. Wij hebben grote pizza's gegeten. Hadden jullie genoeg? Ja, nou, genoeg. Te veel. We hebben een hover voor jullie. Oh, we zaten super hard met jullie in, hè. We gingen nog voor jullie. Ja, wij zaten in met jullie. Jullie hadden geen tv. We hebben FIFA gespeeld de hele tijd. We gaan al de beelden zien. Jullie bedankt om te kijken. Hopelijk vonden jullie het leuk. Vergeet niet te liken en te abonneren. En wij zien jullie gewoon in de volgende video. Peace!